Hallo allemaal. Nadat ik de vorige keer alle ribben van de vleugels in de grondverf heb gezet, kan ik nu beginnen met het klinken van de vleugelribben aan de hoofdspar. Oké, ik begin met bij elkaar zoeken van alle ribben. Daaruit bleek bovendien dat de laatste rib ik niet aan de mainspar moest vastmaken, dus die heb ik even afgetaped. Kun je zien aan de rode stukje plakband daar. Oké, kunnen alle ribben vastgeklikkoot worden aan de mainspar. Je ziet dat sommige linksom en andere rechtsom zitten, zeg maar. Dus met de verschillende kanten van de ribbes. Nou, de rearspar kan er tegenaan. Vorige keer heb ik alles gematcht drilled, dus dat zou moeten passen allemaal in één keer. En dat deed het ook. Even alles controleren. Nou, die tekeningen zijn nog steeds onduidelijk over welke grootte ik moet nemen. Omdat ze volgens mij gewoon niet goed uitgeprint zijn. Dus af en toe gebruik ik mijn mobiele telefoon waarmee je kan inzoomen in de digitale tekening. Je ziet het hier gebeuren dat ik even mijn telefoon controleer of ik de juiste maten heb. Nou, het zijn AN470's, oftewel de bolle kop klinknagels. En met de bucking bar ervoor zorgen dat, dat je goed kunt klinken. Ik controleer elke keer even de omvang van de kop om te kijken of ik genoeg geklonken heb. Ik moet er even inkomen. Ik heb een lange tijd niet geklonken. Moet ik toch weer even inkomen. Dus ik moest 3 rivets uitboren later. Dat zul je later zien. De eerste paar gingen mis. Maar als je weer eenmaal mee bezig bent, dan gaat het dus beter. Ja, ik kwam dacht dat het handig was als ik de eerste paar, de drie wing step rips loshaal. Dus kan ik er niet goed bij. De eerste 3 ribben zitten heel dicht tegen elkaar aan. Dat komt omdat dat de plek is waar je op de vleugel kunt lopen om naar de cockpit te gaan. Dus dan moet je er weer in klikkoen op het moment dat je de vorige helemaal hebt gerivet. Je ziet dat ik nu de laatste aan het doen ben voor die. En dan kan er weer een volgende rib bij. Bij de andere hoeft het niet, want die zitten zo ver uit elkaar dat je genoeg ruimte hebt. Ja, wat sommige ribben dus linksom en andere rechtsom zitten. Ben ik dus af en toe gedraaid, bezig. Daar is niks aan te doen. Ik gebruik een stukje tape aan de bovenkant en aan de onderkant om ervoor te zorgen dat de mainspar niet beschadigt van de bucking bar. Door het klinken, zeg maar, wordt die bucking bar heen en weer geslagen. En dan moet je ervoor zorgen dat de mainspar niet beschadigt, omdat dat allemaal geanodiseerd aluminium is. Nou, na een rivet of 20 dan gaat het steeds beter. Dan gaat het weer lekker snel. Nou, daar was ik aan het einde van alle spardubbers, dus dan moet je kleinere rivets pakken. Minder lang bedoel ik dan. Even controleren. Heb ik even een filmpje gemaakt.
Even een laatste. Moet controleren. Hier ben ik bezig aan om even te kijken welke ik moet uitboren. Dat is voornamelijk aan deze kant dat ik daar begonnen ben. Daar ben ik toch niet helemaal blij mee. En ja, zware randje zou ik kunnen zeggen. Het was goed genoeg, maar ik vind eigenlijk dat al de kwaliteit gewoon echt gewoon perfect moet zijn en niet een beetje goed. Dus hier had ik ze allemaal uitgeboord. En volgens nu weer rivets erin. Oké, nou moeten we de reerspaar eraan vastmaken. Eigenlijk hetzelfde werk. Maar dan de reerspaar. Ook even controleren wat de juiste maten zijn. En goed in de gaten houden dat daar moet nog een zowel een aileron afdeling als een flap beschermkap op. Dus dat test ik hier eventjes. En die gaten waar die aan vast komen zitten moet je natuurlijk niet nu al riveten. Want die zitten deels samen met de rips. Dus ik stop de kliko's daarin waar later die zaken in vastgeklonken moeten worden. Ik probeer dan nog even met de squeezer om alles te riveten, maar dat lukte niet. Dat was niet haalbaar. Dus dan maar gewoon met de bucking bar en het pistool verder. Oké. En de volgende keer ga ik weer verder met Building My Pie in the Sky.